Vrijdagochtend is er een ongeval gebeurd in Winsen op de Maas en Waalweg. Een auto en twee vrachtwagens raakten daarbij betrokken. De politie doet nog verder onderzoek. Frontale aanrijding tussen een vrachtwagen en een personenauto. De vrachtwagen is daarbij doorgeschoven naar het maisveld. Er zaten twee bestuurders in, of één bestuurder en een bijrijder. Ze zijn allebei afgevoerd naar het ziekenhuis, licht gewond. De bestuurder van de personenauto die is ook afgevoerd naar het ziekenhuis. Behoorlijke schade, zoals je ziet. Voor de overzichtfoto's en de afhandeling dadelijk gaan we een drone-team inschakelen. Die komt zo dadelijk en die maken overzichtsfoto's. En voor de rest gaan we het verder onderzoek. Dat vindt nu nog plaats, de exacte toedracht daarvan.